Morgen. Het is middag al geloof ik, hè? Ja. Ligt die toppen daar weer? Ja, niet te geloven. Je ziet hem overal geloof ik, hè? Hier en daar. Hij slaapt wel, hè? Dat gaat strijken vandaag, hoe moeten wij? Hij is slaapend rijk geworden geloof ik, hè? Ja. Was jij er ook weer, ja, hè? Ja. Is die mooi hond voor jou, die witte? Ja. Wat is er van een? Witte herder. Een witte herder, dat is mooi hoor. Dat vind je niet vaak, hè? Nee, niet zo groot, hè? Hallo? Hallo. Hey. Goedemorgen, we zijn hier bij Mark Halterberg, geloof ik, hè? Ja, zeker. Hoe gaat het, jongens? Goed? Goed. Ja? Ja. Ja. Oké, alles onder controle? Ja, zeker. Zo van een van de betere uit Apeldoorn. Zeker. Bedankt, jongens. Gaan jullie goed, hè? Ja. Kijk op John van Beek 100, hè? Ja, altijd. YouTube. Was jij er ook weer? Ja, ik ben er ook weer. Je bent er altijd gewoon, hè? Ja. Van de vaste kern gewoon, hè? Ja. Je hebt ook sinaas bij je geloken, hè? Nou, het is geen sinaas, hè? Geen sinaas. Oeh, Ja. Ook meubels van, hè? Meubels. Oh, dat ken ik helaas niet. Zeg, mooi hoor. Wat is dat voor motor? KTM, hè? 140. Ja. Ben je vriend of rij je zelf? Nee, dit is van mijn broertje, hè? Oh, broertje. Oké. Okay. Ja. En leuk toch? Ja. Hoe heet je broer? Justin. Van achternaam? Mollerie. Waar komt hij vandaan? Ilde. Ja. Is dat Groningen? Drenthe nog. Oh, Drenthe. Valt er onder Drenthe? Met grensgevalletje? Ja. Oké. Okay. Nou, we wensen hem sterkte en veel succes, ja? Ja, dank je. Doei. Hey, goed. Waren jullie ook weer? Ja. Kimberly Braam geloof ik, hè? De moeder van Kimberly Braam, zeg ik goed? Ja, uit Zutphen? Ja, ik zag het. Ja, goed bezig. Goed bezig. Ja, zo, nummer 3, hè? Hij heeft nog 3 euro op zak geloof ik, hè? Klopt. Iets meer. 4. Nog meer? Oh, 3000. Kimberly Braam hier uit Zutphen bij Mark Holtenberg geloof ik, hè? Ja, klopt. Kimberly, hoe gaat ie? Ja, kan wel wat beter. Ja, heb je net getraind? Ja. Jij goed net? Goed of slecht? Wat veel telen? Het draaien vond ik toch niet zo slecht, maar... Nee? De uitslag wel. Ja, gas was iets minder. Maar gas, moet je gas erop houden. Ja, ik heb net van moeder flink gehoord hoe dat moet. Dus. Ja, oké, nou, dat zou lukken toch? Zo'n verklaring, waarom is het niet aan de overkant? Hey, veel succes in ieder geval, ja? Dank ga je goed, hè? Uit de Holtenberg, Holten. Ja, toch? Klopt, hè, Kimberly? Klopt helemaal. Wil je nog eens zitten? Ja. Nog steeds? Ja, lang hoor. Een paar jaartjes al, hè? Oké, mooi. Had iedereen gelijk in mijn wereld. 46 weer, hè? Ik ben er weer. Goed bezig, jongen. Bezig. Ja, hallo. Hi. Dat is hem, hè? Hi. Gewonnen dit jaar geloof ik, of niet? Kampioen? Nee, bijna. Bijna hoeveel dan? 2, 3? Nee, ik heb een blessure gehad, maar ik heb wel veel gewonnen. Dat heb ik gezegd, toch? Laatste tijd. Hoe is je naam ook weer? Rick Elzica. Ja, Elzica. Rijd je niet 125 of niet? Ja. Nee, dat is goed. Ik heb wel een zwakke man. Goede naam, hè? Rick. Is goed. Hey, veel succes, Rick. Dankjewel.
En de 121 dan nog steeds aan kop en een seconde of 4 voorsprong nu op nummer 155. Terwijl de 20 minuten verstreken zijn, dus we gaan de laatste ronde in. Waarbij Lerik het verschil heeft. Nou, maar het is nog 2 seconden tussen Lerik en Klaassen. Allebei rustig te zien, maar zo graag het mag worden. Seconden voorsprong op Zwarte en daarachter volgens drie seconden dus het Kering. Zweden, volgens mij Max Zwarte, ik moet heel even wachten dat ik het scherm hier zie. Zwarte en volgens mij niet over heel lang aan de lijn. En dan is het Kering. En hier dan de Mango Lerik hier op Duurberg. En daarvoor is ook geconnecteerd vanmorgen. Pas op niet voor de kraan.
Nederland nummer 2 erachter is. Op de derde plek, Thorsten Lentwick, daar ook weer een seconde op. Die dichterbij komt bij de kopman. En de derde man lijkt nog wat meer haast te maken om ook daarbij aan te sluiten. Ja. Het blijft. Rustig nakijken. Wie weet, ziet u zichzelf terug. Goedemiddag, hier hebben
hebben hem hoor, het kampioen. Ja, zeker. Alles om controle, gaat hij goed? Ja? Ja, prima. Mooi joh. Hey, binnenkort feestje hè? Ja, ik ben erbij toch, of niet? 24 van november hè? Ja, zeker. Ja hè, klopt hè? Hees hè? Hees. Ja, weet ik joh. Please to be. Ja, ik heb een e-mailtje bij jou gehad hè? Ja. Ik zou komen op de fiets of met de bar, of met de tent of met de camper. Ja, camper hè, camperplaats is gereserveerd. Dus. Ja, goed bezig hoor. Ja, ik moet weer in de auto slapen. Ja, nou, dat kan ook. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Ik heb geen camping. Ja, dat maakt niet uit. Oh, het kan ook. Mijn vergeet zijn hier, vanuit Holten. Inderdaad, zijn er weer bij. Hallo Willems hier. Die goed, John. Ja, super jongen. Waar is je moeder, jongen? Bij Wilfred. Wilfred. Wilfred Vos. Wie is Wilfred? Wilfred Vos. Ken je hem niet? Nee, wist het niet. Dat is hier, de legend uit Holten. Vieze Nederlands kampioen. Ja? Vieze Nederlands kampioen, Vieze? Legend uit Holten. Mee? Ja, hij doet mee. Ja, nummer 97. Ze draai je om, jongen. Hey. Hallo. John, kijk eens even, één van de betere uit Vorden. Ja, Vorden, ja? Ja. Is dat hem, nummer 22? Dat is ja, hem. Ja? Ties Helgers en dat is... Wat is dat? 22, ja. Zet je vriendin? Ja. Ja, mijn leuke vriendin hoor. Hallo. Jij mag blijven hoor. Nee. Ja. Ja. Toch? Vier je elke week over zo. 100% en nou. Marco Keunen, de snelle man, helaas hier is uitgevallen. Dat is een mooie hond, hè? Thank you.
Geen Sony, nee, niks. Hey Johnny. Gaat hij goed? Ja, lekker. Zeker. Alles gaat in? Ja. Mooi, oké, fijn. Maar een paar graden warmer, hè? Ja, oké. Hey, veel succes. Dankjewel. Ga je goed, hè? Jo. Hallo, goedemiddag. Hoe is het mee, John? Zeg het nog eens een keer wat je net zei. John van Beekhonden, een van de betere Apeldoorn. Een van de betere Apeldoorn. Nee, geen geld voor spul, hè? Niet goed geld weg. Geld voor spul. Even kijken. Wat is dat beeld hier? Niet goed geld weg, hè? Ik weet het. Doe ons best. Ik heb het niet te veel in dat de totaal staat.